ik ben ook bij hem begonnen. Dat hij nou bij mij ook staat, dat is gewoon hartstikke leuk. Nou, vanavond Carré, dat is weer iets heel anders. Je staat binnenkort ook bijvoorbeeld in Café La Bastille, zag ik. Ja, dus klopt. Dat is iets totaal anders. In welke omgeving voel je je het meest thuis als zanger? Nou, laat ik het zo zeggen, ik ben wel een zanger die van het publiek houdt. Ik hou van de interactie met het publiek. Dus een beetje met het publiek bezig zijn. Mensen een beetje uit de tent lopen, een beetje naar het publiek toezingen. Dus het liefst straks zo dicht mogelijk bij de mensen. Dus ja, ik vind het in de kroeg vind ik het toch erg gezellig. Maar ja, dit heeft toch ook wel iets speciaals hoor. Ik bedoel, Carré is juist zo'n zaal dat je heel dicht bij de mensen ook staat. Want eigenlijk als je staat op het podium en je kijkt om je heen, het is één muur van mensen. En dat is, ja, daarom is Carré zo speciaal. Is dit een kroon op je carrière of is dat Ja, dit is wel een kroon op mijn carrière. Vooral natuurlijk omdat je je 25-jarige jubileum viert. Is dit gewoon het summum van de optredens die ik kan geven. Ja, dat heeft wel een hele speciale betekenis. Ja. En dan krijg je ook nog zo meteen het eerste exemplaar van je nieuwe cd overhandigd. Ja, ja. Hoe speciaal is dat om dat van René Vogt? Nou, in zoverre. Ik ben natuurlijk ooit begonnen bij Café Bollejan. En René gaat dat doen dan. En ik ben er toch ontzettend trots op. René doet vanavond ook wat in het programma, dus ja, dat is ook wel iets wat voor mij belangrijk is. Het heeft een speciale betekenis. Ik ben ook bij hem begonnen. Dat hij nou bij mij ook staat, dat is gewoon hartstikke leuk. Ja. We zijn buren van elkaar, we zitten met de kroegen tegenover elkaar, dus dat heeft wat. Ja. En natuurlijk, dat zeg ik al, ik ben ontzettend trots op mijn album. Ik heb met Emiel Hartkamp die album gemaakt. En wij zijn gericht gaan schrijven, althans Emiel dan, op dingen dat ik aangegeven had. Van dat wat ik mooi vind om te zingen. En hij is gaan schrijven en dat is zoveel moois uitgekomen. Dus ja, dat is echt gevoelsmatig gewoon een heel succes geworden. Een groot succes. Ik ben er heel erg blij mee. Is René Vroeger ook de collega-muzikant met wie jij het meest close bent? Of zijn er andere collega's met wie je nog meer optrekt? Nou, je hebt een heleboel collega's waar je eigenlijk toch wel veel mee optrekt. Omdat je natuurlijk in het land iedereen tegenkomt. René kom ik niet iedere week tegen, want die zit toch weer in een ander genre. Dus andere artiesten kom ik meer tegen. Maar ik bedoel, met René heb ik natuurlijk al van vroeger al een band. Ik bedoel, vroeger in de zaken gingen we zelfs nog wel stappen met z'n tweeën. Dus we kennen elkaar al jaren. Alleen ja, dat zeg ik al, hij heeft een andere richting als dat ik heb. Dus je komt elkaar niet heel veel tegen. Nee. Nou, vandaag komt er veel samen. Een nieuwe album is net uit en die jubileumavond. Ja. Heb je al een plan voor 2011? Hoe ziet de komende tijd eruit? Ja, 2011, ik wil eerst 2010 goed afsluiten. Heel gezond en succesvol met de nieuwe album natuurlijk. Want dat zeg ik al, het is de eerste single die eraf getrokken is nu. En er zullen nog wel één of twee singles vanaf getrokken worden van de album. En dan zijn we druk bezig om weer de voorbereiding erin te zetten voor de volgende album. En natuurlijk wordt er vanavond ook een DVD opgenomen. En er zijn nog wel een heleboel dingen die eromheen spelen. En ja, er zijn genoeg dingen te doen in ieder geval. Je kijkt niet te ver vooruit. Je leeft een beetje met de dag. Je hebt geen meerjarenplan. Nee, luister, je wil allemaal voor succes. En dat is ieder artiest die gaat voor de nummer 1 hit. Dat is gewoon logisch. Maar ik loop natuurlijk 25 jaar mee. Ik weet hoe beperkt en hoe moeilijk het is. Als ik zo meedraai zoals nu draai, en ik draai best wel lekker in de bovenste regio's mee, dan ben ik heel tevreden. Okay. Nou, succes vanavond en veel plezier vooral. Graag gedaan. Tot ziens. Dankjewel.